Centrale Trio en de spelers van Urk. En de pupil van deze week is Sophie van Norde. Ze speelt in de meisjes onder 13 als Rex Brick. En haar favoriete speler doet al bij ons Sander Duits. En kijken of ze kan scoren. Ja, zeker. En daarnaast. En we gaan aanstonds beginnen. Hartelijk welkom bij SSC TV voor de wedstrijd SSC Putten tegen Urk. SSC heeft afgetrapt. De SSC speelt in de gebruikelijke opstelling van de laatste weken. Alleen Martijn Duits is geblesseerd en in zijn plaats speelt Wesley Ruiter. Bal naar voren toe, maar dan kan Kees Pluimt. Dus moet Rick van der Brink het kopduel gaan winnen. Geen van de beiden raken dat. Dan is het Abdel Serakoui die de bal naar voren speelt. En dan komt de bal bij Degenaar. Kan hij de bal controleren? Dat kan hij. Nu de bal diep gespeeld en wordt daar buiten spel gegeven. Halverwege de helft van Urk een ingooi gaan in. Dat wordt snel gebeurd. Naar Jari Geurtsen. Geurtsen met een voorzet. Komt de bal bij Degenaar. Die kan hem inderdaad controleren. Kees Pluim die willen uithalen. Maar dan zat een verdediger van Urk goed tussen. Kan de bal weer naar voren. Bal naar Sander Duits. Naar Serakoui. Dan Jari Geurtsen op de vleugel. Dit is goed gespeeld. Nu kan er een voorzet komen. Moet hij voor het goed komen. Maar die is helemaal niet goed. Van der Brink doet nu uitstappen. Maar dan komt de bal terecht bij de nummer 9. Jelle de Boer. Thomas Emende bij hem. Bal terug naar de nummer 6. Lucas Nagel. En die geeft de bal voor richting Hessel Snoek. Die kan de bal terugleggen. Naar de nummer 12. Gerrit Tol. Opnieuw een voorzet. En dan is die lange Jelle de Boer erbij. Maar die gaat de bal overheen. Ronald Wezelman. Dan kan Jerry Geurtsen aan de bal komen. Dat lukt hem. Abdel Serakoui moet het duel aangaan. Dat lukt ook. Sander Duits. Speelt zijn man uit. Rick Degenaar nu op links. Maar Sander Duits die gaat schieten. Oeh. Komt hij. En die. En dat is een doelpunt. Maar die wordt afgekeurd vanwege duwen. Urk bij de achterlijn. Wouter de Bruin. Voor zich speelt heel makkelijk Wouter de Bruin uit. Maar geeft dan de bal weer heel hard voor. Degenaar komt nu nog terug. Dan komt die vrije trap. En die gaat niet in. Prima kans voor Urk. Thomas en Mende die dan vervolgens heel goed verdedigt. Krijgen er nu Sander Duits tussen. Dat doet hij goed. Nu dan. Jurjan van der Brink. Wat kan die? Jurjan van der Brink. Helemaal alleen tegen vier verdedigers van Urk. Ja, dat is bijna niet doorheen te komen. Jerry Geurtsen. Via Jerry Geurtsen de bal naar Jurjan van der Brink. Maar daar zit de nummer 15 van Urk goed tussen. Riekeltjan Brands opnieuw. Nog altijd gaat richting de achterlijn. Kan die bal voorgeven. Komt die bal voor. Maar dan komt hij in de kluts opnieuw. Bijna de bal kan veroveren. Maar toch Urk weer. Wezelman. Dan Jelle de Boer. Die tikt de bal door op Wezelman. Dan komt de bal voor. Maar dan zit dan nummer 7. Hessel Snoek. Nummer 10. Marine Snoek. Bal diep gespeeld naar Hessel Snoek. Lucas Nagel. Loopt de bal helemaal even terug. Naar Benny Dunning. Via Riekeltjan Brands. De bal aan de linkerkant. Dan moet Rick Degenaar mee verdedigen. Riekeltjan Brands opnieuw. Die komt die voorzet. En dan kan die ingekopt worden door Hessel Snoek. Dunning. Niet Dunning, maar Hakvoort. Loopt de bal weer diep. En dan fluit de scheidsrechter ook gelijk voor het rustje te nemen. Is inmiddels gebeurd. En zo is de tweede helft begonnen. Bal gelijk diep. Richting Manuel Hogewoning. En zo komt SSC in balbezit. Nu de bal richting de nummer 12. Maar dan kan Wouter de Bruin koppen. Probeert Serakoui ertussen te zitten. Opnieuw de nummer 12. Gerrit Tol. En dan Serakoui. Uitgespeeld door de 17. Riekeltjan Brands. Dan Gerrie Geurtsen. Wel, die speelt heel makkelijk. Dan de nummer 6. Lucas Nagel. Maar dan zit Sander Duitse keurig tussen met een goede sliding op de bal. En kan SSC opnieuw overnemen. Maar weinig mensen draaien wel Rick Degenaar nu. Die prit de bal door te geven naar Kees Pluim. En dan kan ze even bij Hessel Snoek. Maar dan kan Manuel Hogewoning de bal opvangen. En is dit gevaar weer geweken. Meteen een diepe bal. Richting Jurjan van der Brink. Kan Jurjan van der Brink wat mee? Maar dan komt Kofferman met het hoofd uit zijn doel. En dan maar weer naar Amende. Ja, dit vindt Urk prima zo. Als SDC hier de bal rondspeelt. Probeert wel te storen, maar zet ook niet vol druk. Nu de bal weer terug. En zo zien we hetzelfde speelbeeld als de eerste helft weer terug. SSC probeert te zoeken.
Urk wacht af. Bal richting de nummer 12. Ter de Tol. Wouter de Bruin voor hem. Speelt Wouter de Bruin heel makkelijk uit. Dan kan het nu gevaarlijk worden voor Urk. Maar die bal gaat voor alles en iedereen voorbij. Komt hij richting de nummer 17. Rico-Jan Brands. En die gaat er niet in. Wordt op de lijn gehaald. Van de lijn gehaald. En dan kan Jurjan van der Brink de bal overnemen. Wouter de Bruin. Ingespeeld naar Jerry Geurts, die er alle ruimte heeft. En één keer vrij. En de bal terug naar Cherkaoui. Op de rechterkant. Dan kan het misschien gevaarlijk worden. Cherkaoui naar binnen toe. Maar het schot gaat heel ver naar. Op de nummer 12. Gerrit Tol. Dan komt Brands overheen. Die krijgt op de bal. Wouter de Bruin loopt mee. En komt die bal wel voor. Maar dat is hem op de lat. Dat is een goede kans. Was dat voor Urk. De eerste echte goede kans. Amende. Cherkaoui. En zo tikt SSC de bal achterin rond. Nu dan Ruiter en dan de bal ingespeeld naar Geurts. Die de bal dan meteen doorspeelt naar Jurjan van der Brink. Dat is goed. Dan Jurjan in het strafgebied ingaan. Dan komt de voorzet. En oh, dat was een beste kans eventueel. Maar die wordt gemist door Degenaar. En dan kan misschien Urk in de omschakeling gevaarlijk worden. Maar dat leek tenminste ergens op. Meteen Jurjan van der Brink in de achtervolging. Is die bal goed? Ja, die komt goed richting nummer 7, Hessel Snoek. Gerrit Tol eromheen, maar die maakt die bal niet toe naar winst. Sander Duits. Heel makkelijk de bal. Heel makkelijk verspeeld door Hessel Snoek. Ronald Wezelman. Hoge voorzet nu naar Kramer, maar die kan de bal niet genoeg raken. En zo komt er een ingooi voor Urk en een wissel aan de kant van SDC. Het veld verlaat nummer 21, Abdel Cherkaoui. En Geurtsen, wie gaat de bal nemen? Het is Sander Duits, die komt scherp voor en dan kan hij gevangen worden door de keeper. Komt de bal voor richting die lange spits. Maar daar gaat Mario Hogewoning boven. Zodat ook dit gevaar weer geweken is. De bal nu naar Wouter de Bruin. Dat durft daar dan ook dan. Nu Wouter nu de ruimte voor zich kan. Maar dan komt meteen alweer de nummer 12 storen. En dan moet de bal weer terug. En dan gaat die bal ingeleverd worden bij Jelle de Boer. En dan is het... Nou, dat is 12. Nee, de nummer 10. Marine Snoek speelt de bal in aan de nummer 12. En dan komt die bal voor. Maar dan kan hij uitverdedigd worden door Amende die dat goed doet. En de bal over de zijlijn speelt. Via Wesley Ruiter de bal naar Wouter de Bruin ingespeeld. Naar Sander Duits gelijk de nummer 10 van Rutte bovenop. Maar Sander speelt hem goed uit. En nu dan even ruimte. Even kijken. Dan gaat de bal terug naar, richting Kees Pluim. Kan hij voor zijn man komen? Dat kan hij niet. Maar dan kan hij... Jerry Geurtsen gaat ingooien. Maar naar wie moet hij dan? Doet het dan nu naar Joost Heerschop. Heerschop bij de achterlijn. Kan de bal voorgeven naar Wouter de Bruin. Wouter de Bruin. En Jerry Geurts opnieuw. Dan komt daar een voorzet aan Kees Pluim. Die de bal doorkopt. Dan is het uit het spel. Kan de bal over rechts naar Gerrit Tol. Nog steeds Gerrit Tol. Het kan gevaarlijk worden. Maar dan komt de bal bij Hessel Snoek. En dan komt de Snoek. Maar dan is het Manuel Hogewoning die de bal kan redden. Er komt nu een tweede Urk erbij. Maar dan kom je eruit. En als de bal van Geurts. Kan hij de bal goed voorgeven. Dat kan hij. Maar dan komt de bal niet bij Degenaar. Dan kan de bal uitverdedigd worden. Maar dan niet lang. Sander Duits opnieuw een bal bezit. En dan de bal diep. Maar dat is heel makkelijk ingeleverd. Maar dan is het Jurjan van der Brink die ertussen zit. Dus opnieuw SSC nu, Rick van der Brink. Rick van der Brink aan de linkerkant. Komt die voorzet, kan dit Dick Degenaar erbij. Oh, dat had een kans. En nu dan Degenaar. En het is een doelpunt! Degenaar! Even een moment van druk. Urk krijgt de bal niet weg. Kees Pluim wint het duel. En Rick Degenaar krijgt de bal vrij. En uit de draai schiet hij de bal in de verre hoek. En neemt SSC toch enigszins tegen de verhouding in. Een voorsprong met van 1 tegen 0. Dan komt de bal voor, maar kan Kees Pluim hem wegkoppen. Dan is de bal bij Rick van der Brink. En die speelt de bal gelijk diep naar Jurjan van der Brink. Kan die in balbezit komen? De nummer 8. Haak voor erbij, maar Jurjan van der Brink. Die wordt daar neergelegd. En het lijkt erop dat Ivan Bos na maanden blessure leed. Dan eindelijk zijn entree gaat maken in het eerste. Het hele seizoen niet aan spelen toegekomen. Twee wissels ook aan de kant van Urk. Diepe bal nu. Komt de bal hoog voor, maar... Kan Wouter de Bruin, die liep onder die bal door. En dan is het Urk nog weer een balbezit aan de linkerkant van het veld zo. Onder nummer 17. Brands de bal diep gespeeld. Naar de nummer 12. Tol, maar dan kan hij komen, dan komt hij niet. Tegen de nummer 11 zit Ivan Bos goed voor en die wint dan het duel. Bal op de Heerschop. Nog steeds een balbezit, Heerschop. Dan de bal via een speler van Urk.
Dan de bal richting Ivan Bos. Dan de bal terug naar Jurien van der Brink. Dan laat hij de bal schieten. Maar dan kan de nummer 6 de bal weer overnemen. Gaat de bal heel diep. Maar dan kan Rick van der Brink weer de bal verdedigen. Kopt de bal over de zijlijn heen. En dan wordt er afgefloten. En zo wint SSC deze wedstrijd toch wel enigszins tegen de verhouding in. Met 1-0. En pakken 3 hele belangrijke punten. Ik dank u voor het kijken naar SSC TV. En we zien u graag terug bij de volgende keer. En dat is volgende week als SSC de uitwedstrijd speelt tegen Staphorst. Ja, goedemiddag. Graag even wat rust en stilte dat we eventjes kunnen luisteren naar wat de beide trainers van deze wedstrijd vonden. Lang 0-0 en dan ja, een minuut of 10 voor tijd, 8 voor tijd slaat SJC toe, Richard. Ja, dat klopt. Maar jij wil bij het begin beginnen, neem ik aan, hè? Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat het heel duidelijk is dat de verkeerde ploeg gewonnen heeft als ik kijk naar het voetbal van vandaag. Want ik vond ons oppermachtig. We hebben eigenlijk SSC bijna nooit op onze helft gezien. We hebben ongelofelijke kansen gehad. We hebben drie keer de lat geraakt. Bal van de lijn afgehaald, goede reddingen van de keeper. Een goal die afgekeurd wordt, waar je vraagtekens bij kan zetten, denk ik. Ja, dan is dat zonde dat wij hier niet met winst weggaan. Want ik heb ook de kansen van SSC geteld en er was er 1. Dus dan is het heel zuur. Ja, inderdaad is het zuur als je nog weer terug naar Urk moet. En je hebt een hele goede wedstrijd gevoetbald en je gaat met lege handen naar huis. Ja, maar ik ben wel voetbaltrainer over 30 wedstrijden. En als ik dan naar mijn ploeg vandaag kijk, dan ben ik hartstikke blij met het spel. Urk is een ploeg die toen ik daar kwam wat moeite had om op sommige momenten het spel te maken. Op het moment dat het klein werd. En als ik zie hoe we vandaag op de helft van de tegenstander dit voetbal hebben kunnen brengen. Het aantal kansen wat we hebben gecreëerd niet meer op één hand en misschien ook wel niet meer op twee handen te tellen was. Dan kan ik alleen maar heel erg blij zijn over het vertoonde spel. En dan zit ik hier wel met een nederlaag. Maar ik moet zeggen dat ik voor mezelf met de rest van de staf heel erg gewonnen heb. Want dit is iets waar we echt heel erg mee verder kunnen. En ik weet ook zeker dat dit voor ons ook voor de jongens, ook heel erg belangrijk is. Dat wij hebben laten zien dat wij op de helft van de tegenstander heel goed positiespel kunnen spelen en heel veel kunnen creëren. Alleen het gaat om voetbal. Dus het meest baal ik voor mijn spelers en niet zozeer voor mezelf, want wij komen wel weer op. Oké, dankjewel Richard. Michael, ja, Richard zei het al, veel kansen voor hun. Ik heb het wat minder gezien dan Richard wil vertellen eigenlijk, maar hoe heb jij ze gezien? Nou, ik ben een groot gedeelte met hem eens. Wij zaten tweede helft langs de kant ook en dachten van nou, laten we maar affluiten, 0-0 de tekenen voor. Al weet je bij ons nooit, en dat blijkt ook wel, dat wij uit een counter ook zomaar heel gevaarlijk kunnen worden. Dat ook eerder laten zien. Ik ben het met Richard van dat zij veel meer kansen hebben gecreëerd. En als er eentje had moeten winnen, was dat Urk. Maar ja, weet je, soms zit het mee, soms zit het tegen. Vorige week hadden wij wat pech en nu heel veel geluk wat dat betreft. Ben ik niet helemaal eens dat wij niet op de helft van Urk zijn geweest. Want ik denk dat wel het geval was. Alleen hebben wij veel en veel te weinig gecreëerd. Weinig kansen. Maar uiteindelijk heel erg gelukkig mee. Ja, want Urk, fysieke ploeg. En daar had het SJC toch moeite mee, denk ik. Ja. Ik denk ook dat Urk veel te laag op de ranglijst staat. Ik vond ze echt een goede ploeg. Moeilijk om tegen te spelen. Hoop loopvermogen vooral. Het fysieke kracht, dat zijn wel meerdere ploegen die dat hebben. Maar zij hebben ook echt heel veel loopvermogen. We hebben het ook nog overdacht om in de rust bijvoorbeeld met 3 spitsen te gaan spelen. Om meer ruimte te gaan creëren voor Degenaar. Maar dan kom je echt in de problemen met het loopvermogen wat Urk heeft op middenveld, denk ik. Dus dat hebben we niet gedaan. En zo'n wel kleine aanpassing, maar wel ongeveer hetzelfde zijn blijven spelen. En dan hopen in de omschakeling. Maar ja, waar Richard blij mee is, dat het met het vertonen spel moeten wij zeker wat met ons aanvallende spel. Want dat was vandaag niet zo best. Nee. Ja, Richard, jullie hadden een wat slechte start. Daarna goed hersteld. Ja, dan is dit een beetje een domper natuurlijk. Nee. Nee, ja, goed. Dan kijk je naar het scorebord.
En ik vond dat wij in de eerste wedstrijden die wij verloren, en dat waren echt tegen ploegen als Genemuiden, Staphorst, Ajax, noem die ploegen maar op. Dat zijn ploegen waar wij normaal gesproken niet tegen op kunnen, die normaal gesproken beter zijn. Daar kunnen we wel van winnen, net als we allemaal van iedereen kunnen winnen. Maar dat zijn voor ons lastige ploegen. En toen speelden we vrij aardig. En de afgelopen 3 wedstrijden die we gewonnen hebben, vond ik ons niet altijd even goed spelen. En ik vond vandaag vond ik wel dat we heel goed speelden. En, ja, jullie kennen mij ook wel. Ik ben echt de trainer die over het hele seizoen kijkt. En niet over oordeel alleen over het wedstrijdje van vandaag. En dus niet echt teleurgesteld dat wij na 3 wedstrijden vandaag hier verliezen. Richard, bedankt. Heel veel succes met Urk. En de middenmoot en iets erboven, dat is voor jullie ook nog een mogelijkheid, neem ik aan. Ja, we gaan wel boven SSC eindigen hoor. Nou goed, we komen ook nog een keer bij jullie. Dan gaan we kijken hoe het dan ervoor staat. Hey, bedankt voor dit interview. En goede reis naar huis. En veel succes in de competitie. Michel, gefeliciteerd. Michael. Volgende week, aankomende woensdag, gaan we alweer voor de beker. Ja. Raalte. Weer een uitdaging. Zeker, hopen een ronde verder te komen. Je hebt dit jaar gezien wat het kan doen als je ver komt in de KNVB-beker. Dus wij proberen gewoon ook woensdag gewoon te winnen. Alleen jammer dat het op woensdag is. Dat, qua planning is dat niet zo heel gunstig, maar goed, dat is niet anders. Ja. Nou, bij jullie hebben we nog eventjes Urk, hè? Ja, dat is wel uniek natuurlijk. We als 71 ploegen nog in zitten en Urk 2 komt uit de koker. En dan hopen die jongens die open op een mooie eerste of tweede klasse te treffen. En dan tref je Urk 1. En dat is toch apart. Normaal gesproken zou je denken van Urk 1 moet even winnen. Nou, die verschillen die zijn niet zo heel groot op Urk. Tussen Urk 1 en Urk 2. En, het is voor hun de gelegenheid natuurlijk om te laten zien aan alle trainers en aan de technische commissie dat ze eigenlijk in het eerste horen. En dat zal ook wel gebeuren, want Urkers willen allemaal in het eerste spelen. Dus dat wordt een apart wedstrijdje. We moeten uit. Jullie moeten uit? Ja. Oké, maar wel op het vormt op Urk. Wanneer? Dinsdagavond. Ja. Nou, ook succes voor zowel 1 als 2 bij Urk. En we zien wel wat daaruit komt. Dit was het voor vanmiddag. Hartelijk dank voor de komst en het luisteren. En ook voor de stilte die jullie in acht genomen hebben. En tot de volgende keer.